initialen aan je muur. Daar word je hebberig van. Dit heb je nodig. Ik meet eerst een kader uit. Ik blijf 3,5 cm van de zijkant en 3,7 cm van de boven- en onderkant af. Voor het maken van de letter S heb ik een paar trucjes. Trek de golf van de lijn niet in één keer door naar beneden. Kijk, ik maak korte schetsbewegingen voor elke bolling. De eindes van de letterstok kun je in een denkbeeldige diagonale lijn doortrekken. Als je schets staat, kun je de fineliner erbij pakken. Deze is 0,6 mm dik. Langs de schets ga ik nu blaadjes zetten. Je krijgt het mooiste effect als je ze allemaal een andere kant op laat wijzen. Zo lijkt het net alsof de letter begroeid is. Kijk goed of je overal ongeveer even dikke begroeiing hebt getekend. Nou, hier past er ook nog wel eentje bij. Zo, dit is hem. Leuk, hè? Die kan mooi aan de muur.